Terwijl de stadionspeaker ook nog even overloopt voor wie dat dan toch kan horen in de tribunes, krijgt u ze nog eens grafisch te zien. Oeh, daar problemen. Het was de Waas die daar. Kutesa. Humphries. Was het Humphries? Gano. De vlag bleef laag. Hij zocht daar in ieder geval aan speelbaar te zijn in de rug van de defensie van OH Leuven. Dompé en De Bok staan achter de bal voor de vrije trap van Zultewaardigem. Dompé. Daarom niet met de hand, hè, maar toch met respect, met het volle besef aan de aftrap zijn gekomen dat dit zo'n belangrijke partij kan zijn. Poging van op een afstand, best schuchter. Om die prachtig in het kader te krullen, maar af en toe gebeurt het wel. En dit leek op Hens van de Rijk. Gaat daar ook geel voor krijgen. Dit is niet ongewoon. Het duurt wel even. En dan was het mikpunt daar. Kaba. Kaba. Een breed leggen. En dan is daar Agemon. Agemon in de 16 meter. Zijn schot afgeblokt door de Rijk. Maar in deze vorm maakt het allemaal niet zoveel verschil. De Rijk. Vossen. Mercier. Ja, misschien. Nee, dat is buitenspel van Kaba. De vlag zal komen hoor. Hier is Kaba met afwerking en dan komt de vlag. Klaargestoomd om hier toch nog bij te zijn. Ging zijn kans. En dan nog Hubert met de breedlegger voor De Bok. Gaat hij met de rechter voorzetten, De Bok. Gano komt naar de bal toe. Het is Runason die pakt. De Saar moet nog groeien in de wedstrijd. En dit was ook een venijnige overtreding van Ngawa. De mensen die wel in de tribune zitten, die zouden er graag een gele kaart bij zien. En die komt er dan ook. Maar dat kon hij misschien zelf mee volgen. Leidt deze tegenaanval in met Mercier aan de bal. Dat was het plan natuurlijk. Agemon. Is daar nog een goede voorzet bij voor Mercier. Eén kans, twee kansen en dan Kaba scoort. En nu blijft de vlag wel laag natuurlijk. En Kaba, het is de moeite geweest om hem klaar te krijgen, klaar te stomen. Mark Brijs gaf het aan vooraf. Alles bij elkaar, een verdiende voorsprong voor OH Leuven. Maar wel tot stand gekomen na een mislukte vrije trap van Zultewaardigem. Via een tegenaanval de kans gegeven aan de bezoekers. Met goed positioneel werk van Mercier ook. En dan toch nog een helder moment van Kaba. Via Bossut. De Bok brengt hem nog voor. Een bal die even blijft hangen. De Saar, wordt daar even door Kutesa half getorpedeerd. Die dat wel niet begreep, omdat hij vol voor de bal ging. Dat was wel zo. Een klik, een antwoord ook van het thuisploeg. Waarbij er toch dreiging komt, zoals Kutesa hier met deze voorzet. En dan de kopbal van Gano en daar is Vossen. Gano en Vossen doen het. Nu de assist van Gano en Vossen. Die competitiegoal nummer 14 binnenprikt. Het is dus gebaseerd op een betere laatste 10 minuten. Met nog 5 minuten te gaan in de eerste helft. Succesvolle actie van Coutés. Goed positioneel spel van zowel Gano als Vossen. Prima kopwerk. Dit zit aardig in elkaar. En dan even wegleiden van Kaba. Het is niet afgelopen. Agemon, die twijfelt tussen een voorzet, een doelpoging. Het werd iets van een stift.
coach wil wel de inworp verzorgen. Hij probeerde daar Sek te bereiken en in plaats van te springen bukte hij zich. Vossen. Maar nog een verraderlijke doelpoging in de extra tijd van de eerste helft. Nog altijd de vijfde minuut van de tweede helft dus. En ja, Tom P. Komt de nieuwe corner aan. Nadat Sek er het hoofd tegen zette. Even kijken, want Sek heeft Tom P. weer gevonden. Heeft hij nog wat over? Jean-Luc Dompé. Deze voorzet. Ja, slim van Gano. Hoe het lichaam gebruikt. Dan is er veel tumult. Hoe is er over? Singelian gaat daar wat proberen. Niet onaardig hoor. Maar daar moest Bossut helemaal paraat zijn. Misschien wil de Saar wel eens knallen. Daar gaat het naartoe. De Saar plaatst hem. En dan is er weer Bossut. De Waas nog eens bij de bal. Dus het gevaar is nog niet helemaal geweken. Dat was dan toch nog impact. Lang niet onaardig. En moeilijk voor Bossut om die klem vast te pakken. Dus dat liep net. Ja, dat is knap. Sek, Dompé en De Bok. Ja, die bal hobbelt wel op het terrein dat er niet perfect bij ligt. Verre van. En dan is er nog eens een poging. Nu van Dompé. Mercier gaat deze vrije trap voor zijn rekening nemen. En dan ja, leek De Waas daar niet helemaal klaar voor. Dan is nog een afvallende bal. Eentje die nu blijft hangen ook. En zo werd het een soort pingelmoment. Iets meer rust aan de bal had daar achteraf gezien een betere optie geweest. Singelia legt hem af voor De Noren. Een breedlegger voor De Waas. De Noren, ja, die bal botste ook een beetje op. Met nog een dikke 5 minuten te gaan. Deze bal in de 16 meter. De Bok probeert daar zijn rechter tegen te zetten. Het is nog wat vroeg voor Moneytime, maar het scheelt niet veel. Met nog een kleine 5 minuten te gaan. De Rijk tot bij Vos. Die wordt fors omringd. Raakt er toch doorheen. En Srafi wordt neergehaald. En dan komt er een gele kaart aan. Voor de invaller. Wie wordt het? Met nog 3 minuten te gaan. De Bok. Doelpoging gaat naast. Zo, een slotmoment in Zultewaregem, OHA Leuven. De Bok achter de bal voor deze vrije trappen. Die seks hoeken, dat is een beetje voorspelbaar. En dan is er het verlossende fluitsignaal voor vele neutrale waarnemers misschien. Maar Zultewaregem, OHA Leuven eindigt op 1-1.